Welkom terug. Dit is nog altijd Studio TVL vanuit de raadzaal van het provinciehuis in Hasselt met onze thema-uitzending rond Salk, het strategisch actieplan in Limburg in kwadraat. Nieuwe jobs, dat willen we hebben. En daar heb ik ook mijn panel hier, Vlaams minister Ingrid Nieten, Vlaams minister Jo van Deurzen, onze gouverneur Remma Reinders en gedeputeerde Mark van de Put. Laten we even een slotronde houden hier aan het einde van de uitzending. Meneer van de Put, wat moeten we vooral onthouden van deze uitzending? Ja, dat wij echt de intentie hebben om nieuwe jobs te creëren. En ik denk dat we dat goed kunnen samenvatten onder één woord. We hebben het gehad over de ontsluiting, digitale ontsluiting, infrastructurele ontsluiting. Ik zou ook zeggen, eerder abstract, filosofisch, wij moeten ook zorgen dat het talent ontsloten wordt richting arbeidsmarkt. Dat is zeer belangrijk, want er is een mismatch. Wij moeten zorgen dat er participatie is van onze jeugd aan het onderwijs. Als dusdanig, wij moeten zorgen dat er nieuwe bedrijven aangetrokken worden. Dus Limburg moet ook internationaal ontsloten worden, dat woord ontsluiting. Ik zeg, is voor mij de rode draad dat in de verschillende thema's terugkomt. Ja, dat is ook het doel van de uitzending. Ik denk dat we hoopvol mogen zijn. Hè? Ondanks alles. Ja, ik denk dat ook de uitdaging die we gekend hebben met de sluiting van de mijnen ons geleerd heeft. Als we er de schouders onder zetten, dan kunnen we inderdaad het verschil maken. Ik denk dat de politieke wereld echt wel beseft dat de creatie van job ook iets is dat ondernemingen moeten doen. Zij moeten daar de omstandigheden voor hebben om dat te kunnen doen. Maar wij moeten ook meewerken om die randvoorwaarden mee te realiseren. Om te zorgen dat die economie inderdaad zijn kansen krijgt. Ik zou TV Limburg willen bedanken voor het feit dat we hier toch de kans hebben gehad om al die plannen en al die kleine dingen die bezig zijn, met al de middelen die we inzetten, dat daar één grote regie achter zit om te laten zien dat we echt wel proberen dat samen te doen. En die samenwerking, daar moeten wij denk ik als Limburgers blijven op inzetten. Het is ons geheim wapen op alle mogelijke niveaus en dat moeten we blijven koesteren, want dat zal ons ongetwijfeld helpen om die moeilijke perioden door te komen. Ja, dankjewel. Concreet, we hebben al wat bepaalde plannen. Ik heb al geteld, ik zit aan een paar duizend jobs. Het ziet er goed uit, hè? Ja, en ik hoop dat iedereen toch aan deze uitzending overhoudt dat het Limburg van het Salk, dat dat geen blabla is, dat dat niet iets is wat in de lucht hangt. En de verkiezingen die er aankomen, gaat dat niet het gevaar brengen of zo? Nee, want ik kan u eigenlijk zeggen, we hebben met de taskforce van vorige week nog gekeken waar staan we. En ik heb zo eens een beetje gerekend. Volgens mij zijn alle projecten die de Vlaamse regering op de sporen moest zetten, gaan die allemaal op de sporen staan voor de verkiezingen er zijn. En dus wij proberen echt zoveel mogelijk te zorgen dat het onomkeerbaar is. Ja. En dat wij hier in Limburg dan verder kunnen werken, onafgezien van wat er dan gaat gebeuren. Ja. Goed, dank u wel. Slotwoord is voor u, meneer gouverneur. Well, ja, ik heb natuurlijk als gouverneur een helikopterzicht over alles wat er gebeurt. En ik ben eigenlijk op dit ogenblik, want we moeten goed beseffen dat we nog maar goed 6 maanden bezig zijn met Salk, ben ik zeer tevreden. De projecten van de Vlaamse regering, maar ook de projecten van de provincie, de projecten van de steden en gemeenten, die zijn opgezet en die gaan van start gaan. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in. Er zijn een aantal voorwaarden waar we moeten over waken. Dat is de minister van Deurzen. Dat gaat u zeker doen als gouverneur. Dat is dat we samen blijven aan hetzelfde koord trekken en dan liefst allemaal in dezelfde richting. Ja. Ja, dat is Samen overwinnen de crisis, samen, dat was inderdaad alle Limburgers samen en dan verslaan we de crisis, absoluut. Oké, dankjewel. Ja, en we hebben ook nog een reactie van onze eerste minister-premier Elio Di Rupo. Het heeft veel moeite gekost, maar tussen het vliegtuig en een vergadering hebben we hem toch voor onze camera gekregen. De federale regering hebben veel zaken gedaan. Ten eerste specifieke maatregelen voor de jonge en oude werknemers. Ten tweede een investeringsprogramma, in het bijzonder een nieuwe gevangenis voor Leopoldsburg. Ten derde een NMBS-infrastructuur. We hebben voorzien 1 miljard voor Vlaanderen en 3 binnen de miljard voor Vlaanderen, 300 miljoen voor Limburg. Ten vierde is ook voorzien de zone Franche, de zone waar een grote werkloosheid bestaat of een uitsluiting van de ondernemingen met specifieke maatregelen. En tenslotte heb ik gekregen door de Europese Unie 60,5 miljoen euro specifiek voor Limburg. Welke boodschap heeft u voor onze provincie? Ja, ik heb een optimistisch boodschap. Ik ben ervan overtuigd dat Limburg de sluiting van de Fort Genk te boven zal komen. Ten eerste door de Limburgers zelf. Ze zijn creatief en ook hardwerkende mensen. Ten tweede is er de
liggen dichtbij, zoals de Antwerpse haven. En ook de Roergebied met vele mogelijkheden. En ten derde de kenniscentra met de Universiteit van Hasselt. Daar zie je de toekomst van de Limburg. Oké, dus ook een positieve boodschap van onze premier Elio Di Rupo. Dank u wel daarvoor, meneer de premier. Ja, we willen heel graag nog het laatste woord geven aan een aantal ondernemers uit onze provincie, want uiteindelijk zijn het zij die het zullen moeten doen. Zij zullen het moeten waarmaken in de toekomst. In de eerste plaats hebben we Mario Fleuring van Melot in Zonhoven uitgenodigd. Goeiedag, meneer Fleuring. Wat is u opgevallen, want onthoudt u na deze uitzending? Ik vond het een zeer interessante uitzending, want uiteindelijk zijn de thema's goed gekozen. Ik denk dat er heel veel structuur opgezet is en dat er toch wel een heel duidelijke visie is hier in de provincie. En het is nu aan de ondernemers veilig om in te schalen op die initiatieven en te zorgen dat zij hun tewerkstelling actualiseren. Ja. Want het zal niet met de tewerkstelling van het verleden zijn dat we dit plan gaan invullen. Ik denk dat ook duidelijk spreekt over digitale ontsluiting, spreekt over digitaliseren. Ja. Dat zijn totaal andere technologieën, totaal andere capaciteiten van mensen die gevraagd worden. En ik denk dat daar een grote uitdaging is, maar ook weer en ik denk ook veel enthousiasme. Ja, jullie zijn gespecialiseerd in die 3D-printing. Jullie hebben dus duidelijk de kar van de innovatie gekozen. Vindt u dat andere ondernemers daar ook mee moeten op meespringen? Ja, ik zou gek zijn om te zeggen dat ze het niet moeten doen. Maar ik denk dat het zeer belangrijk is om de realiteit voor ogen te houden. Als wij zien in hoeverre dat wij als onderneming ontwikkelen wij vooral buiten Limburg. Wij ontwikkelen internationaal. En wij zoeken toch nog meer verweving met Limburg, met de mensen hier, met de ondernemingen hier. Want vele ondernemingen zitten met producten die uiteindelijk 2020 niet zullen halen. En dat moeten we toch wel nu op inzetten, 6 jaar voor 2020. Oké, goed. Alleszins bedankt voor uw komst. We gaan verder met Cor van Otterlo van Punch Powertrain in Sint-Truiden. Ja, meneer van Otterlo, uw bedrijf is natuurlijk een mooi voorbeeld van hoe een bedrijf kan groeien na een beetje geld toegestopt te krijgen. Hè? Absoluut, absoluut. We hebben hele moeilijke tijden gehad in het verleden. We hadden het startkapitaal nodig. Mm-hmm. En dat heeft ons echt over de streep getrokken. Ja, dus moeten mensen misschien die schaamte soms ook een beetje aan de kant zetten om te durven gaan vragen? Gewoon open zijn, eerlijk zijn en dan ervoor gaan. En een goed plan hebben natuurlijk. Ja. Zonder een goed plan en een goede business kom je nergens. Dat is uw raad dan ook voor Absoluut, de ondernemers. Ja. En voor de taskforce, heeft u daar nog wat suggesties? Doe wat je zegt, zou ik zeggen. Wees eerlijk naar de ondernemers. Ik ben het eens, wij moeten het doen. Ja. Ik heb de goede dingen hier gehoord. Dat de overheid zegt, wij moeten de randvoorwaarden scheppen. Mm-hmm. Als het niet lukt, zeggen dan ook, het lukt niet. Ja. Dan trekken wij ons plan op een andere manier. Ja, dus eerlijkheid speelt ook een grote toevoeging. Oké, dankjewel, meneer Van Otterlo. En dan hebben we tenslotte ook nog meneer Geert Bervoet van Essers. Ja, wie Essers zegt, die denkt natuurlijk meteen aan die mobiliteit. Heeft u toen goed geluisterd? Natuurlijk hebben we goed geluisterd. En ik denk dat voor iedereen bekend is, ook voor ons. Noord-Zuid-As is heel belangrijk. We zitten ook met een vestiging in Lommel, waar inderdaad nog bedrijventerreinen zijn, waar nog mogelijkheden zijn om uit te breiden. Maar dan hebben we die ontsluiting nodig, dat is al meermaals gezegd. En ik denk dat we daar nu echt werk van moeten maken. Ja, en wat is volgens u nog nodig om alles tot een goed einde te brengen? Ik denk dat er heel veel wil is om nu volle gas te geven, om het zo te zeggen. Ik denk dat het belangrijk is dat we wel een stuk de focus houden. Ja. We kunnen niet alles doen. We moeten focussen op een aantal grotere dingen, daar waar de meeste jobs zullen opgeleverd worden. Mm-hmm. En ik denk dat we ons ook moeten durven doelstellingen stellen en die ook meten. Ja. En ons daar ook op beoordelen. Ik denk dat dat belangrijk is. Oké, goed. We gaan dat allemaal onthouden vanuit de mond van de ondernemers. Dank u wel, meneer Bervoets. En zo zijn wij gekomen aan het einde van deze uitzending. Natuurlijk wil ik alle gasten en ook het publiek bedanken die hier vandaag in de raadzaal aanwezig zijn geweest om alles een beetje duidelijkheid te brengen rond dat SALK-project. Ja, en ik wil mijn gasten hier aan tafel zeker bedanken. Vlaams minister Ingrid Lieten, Vlaams minister Jo van Deurze, gouverneur Herman Reinders en gedeputeerde Mark van der Punt. U mag ze een applaus geven, want ze hebben heel wat moeten vertellen vandaag. En dank u wel alvast.